Oké, we hopen niet dat die tweede golf komt. Nee. Maar er worden wel plannen gemaakt om die EC's, die capaciteit, uit te breiden. Ja. Hoe groot moet die worden? Nou, in een aantal stadia willen we die kunnen uitbreiden. Kijk, eerst denk ik dat je moet kijken naar de basis IC-capaciteit. En Van Rijn heeft daar goed naar gekeken. Misschien zou je moeten zeggen 1150. Wat we normaal als basiscapaciteit hebben, dat zou echt wel een tandje omhoog moeten. Dus de basis moet gewoon hoger. Niet dat die 1150 overigens in normale tijden altijd bezet zijn, hoor. Er lagen er altijd zo'n 300-400 plekken waren er eigenlijk leeg. Of wel heel erg flexibel te benutten. Dus, maar we moeten eigenlijk naar 1350 als basis. En vervolgens zou je flexibel willen kunnen opschalen naar 1700. En daarvoor wordt nu een plan gemaakt. Welkom allemaal bij de 9e aflevering alweer van de Zorgwerktoren, een initiatief van FVG Professional People. Wat fijn dat u weer kijkt. En voor de nieuwelingen, welkom. In de vorige aflevering hebben we gesproken over de uitdaging hoe we toch in korte termijn de IC-capaciteit in Nederland kunnen op- en afschalen. We hebben gesproken met IC-verpleegkundigen en we hebben hun de vraag gesteld, kan functiedifferentiatie en taakherschikking, is dat nou mogelijk op zo'n IC-afdeling? Nou, er kwamen prachtige voorbeelden uit voort. Bijvoorbeeld de careverpleegkundige of het uitbouwen van het buddy-systeem. Maar ook bijvoorbeeld de inzet van technologie. Want ja, het gaat verder dan alleen maar een EPD. Er zijn zoveel mogelijkheden. Wat ook naar voren kwam, was geef ons vertrouwen en laat ons meepraten. Laat ons meepraten en geef ons ruimte om ook te komen tot die oplossingen die ook daadwerkelijk werken in die praktijk. Nou, deze uitzending staan we opnieuw stil bij deze uitdaging. Want uit een landelijke inventarisatie van de VNV en de Vereniging voor IC kwam naar voren dat men aangaf, ja, het kan niet. We kunnen niet op korte termijn zoveel verpleegkundigen opleiden dan wel opschalen. Onmogelijk. Toch gaf minister Hugo de Jonge deze week aan, hoe dan ook, het gaat gebeuren. De vraag is, hoe? Nou, over dat hoe gaan we met elkaar in gesprek. En dat doe ik met mijn collega's van FVG Professional People. Met veel trots presenteer ik dan ook Benny Bourgogne, Onno Verbaas en Evelien Harreweg-Scheffer. Mijn naam is Sabine Uitslag. Dit is De Zorg Werkt Door. Ja, we hebben het hier te maken met een complexe situatie. En ik heb altijd geleerd, complexe situaties zijn ook niet eenvoudig op te lossen. En wie dat wel heeft, ja, die moet je niet vertrouwen. Daarom gaan we in op verschillende onderdelen. We gaan het hebben over medewerkers, we gaan het hebben over ICT, over functies, over taakherschikking. En we gaan het hebben over de menselijke kant van deze uitdaging. Want ja, we hebben goed opgeleide medewerkers nodig, IC-medewerkers, IC-verpleegkundigen. Maar het is niet alleen de IC, het gaat veel verder dan dat. En daarvoor hebben we innovatieve, creatieve oplossingen nodig. En wie anders binnen FVG Professional People kunnen we daarover spreken? Benny, welkom. Ja, dankjewel. Ik wil met jou beginnen. In de vorige uitzending van de Zorgwerk Door werd er door die verpleegkundige aangegeven, IC-verpleegkundige, dat het werken met het buddy-systeem een vorm van functiedifferentiatie is die eigenlijk wel goed beviel. Kan jij iets uitleggen over het buddy-systeem? Hoe kijk jij daar tegenaan als functiewaarderingsdeskundige van FVG Professional People? Ja, nou, het buddy-systeem heeft weinig met functiewaardering te maken, dus dat scheelt. Ja, zoals ik het zie, we hebben natuurlijk gezien dat allerlei ad hoc oplossingen werden bedacht binnen allerlei zorgorganisaties, maar met name binnen ziekenhuizen van we hebben capaciteit tekort en dat moet ingevuld worden. En in eerste instantie is er vooral praktisch gekeken van er zijn ook afdelingen die nu minder capaciteit vragen. Een operatiekamer lag stil of de anesthesiemedewerkers waren niet inzetbaar. En van daaruit is zeg maar capaciteit overgebracht naar een IC. Ook verpleegkundigen van andere afdelingen. Nou, dat kan ik vanuit de panieksituatie die in het begin was heel goed voorstellen. Maar als je dat nou wat beter zou onderzoeken en iets meer zou doorgronden, dan kun je gewoon zien dat verschillende functionarissen echt ook expertise hebben die je op de IC ook heel goed kunt gebruiken. Als je het hebt over anesthesiemedewerkers, zij zijn natuurlijk heel erg goed bekend met allerlei apparatuur, met name ook beademingsapparatuur. Ze hebben weliswaar niet de klinisch verpleegkundige blik van de IC-verpleegkundige, maar kunnen in het uitlezen van die apparatuur, ja, denk ik, een heel belangrijke rol spelen. Maar ja, we hebben ook gezien dat het werken met coronapatiënten fysiek heel zwaar is. Veel moeten draaien. Als je hebt over experts op het gebied van houding en hoe je het beste kunt draaien, heb je natuurlijk fysiotherapeuten in huis of bij andere zorgorganisaties. Maar en
En dat, die functies heb ik eigenlijk nog helemaal niet gehoord. Maar we kennen natuurlijk ook gewoon de brandhondencentra in Nederland. Er zijn er 3. En ja, als er ergens experts zijn op het gebied van quarantaineverpleging, dan zijn er die brandhondenverpleegkundigen. Dus stel dat we een keuze nu opnieuw zouden moeten maken, dan zou ik ook zeker naar juist dat soort toegevoegde expertises willen kijken. Oké, dan praat je dan niet over functiedifferentiatie, hè? Zoals je terecht zegt, maar zijn meer de taak, een soort taakherschikking. Ja, ja. En capaciteit benutten waar mensen gewoon sterk in zijn. Ja, mooi, talent benutten. Nu is het wel zo, Benny, dat ook in die uitzending naar voren kwam, dat de IC-verpleegkundigen daar ook wel wat moeite mee hebben. Want als er heel veel verschillende mensen rondom die kwetsbare patiënt staan, zij zijn toch eindverantwoordelijk. Vinden ze het ook lastig om dat allemaal toch te kunnen monitoren, om het in de gaten te kunnen houden? Hoe zie jij dat? Ja, ik snap dat gevoel ook. Hè. Je bent eigenlijk gewend om met een groep gelijkgescholden te werken en allemaal vanuit die IC-deskundigheid blik. Dus het zal inderdaad wennen zijn. Aan de andere kant denk ik dat er ook gewoon heel veel expertise aanwezig is. En ik denk ook dat de IC-verpleegkundigen zelf ook het vertrouwen moeten hebben dat zij gewoon juist die overstijgende blik hebben en het klinisch redeneren en het pluis-niet-pluis gevoel waarin ze gewoon daar heel goed op kunnen varen. Oké, dus jij zegt in principe moet het wel mogelijk zijn. En het is ook een stukje wennen van de IC-verpleegkundigen om te vertrouwen op hun capaciteit. En dat ze mensen ook delegeren, toch Benny? Want dat zou dan een nieuwe vaardigheid zijn die ze misschien wat minder goed beheersen. Het is vooral ook het overzicht houden over zeg maar meerdere patiënten en meerdere kamers. Ja, dat is anders dan nu. En dat betekent dat je een stukje van je verantwoordelijkheid overgeeft aan anderen. Dat is wennen en dat is ook een stukje taken delegeren. Maar aan de andere kant, er werken heel veel professionals in de zorg. Dus volgens mij moet dat gewoon goed komen. Vooral als men durft om zich heen te kijken en ook durft te kijken naar waar is dan die extra expertise te halen. Niet zo lang geleden was het Ernst Kuipers, de voorzitter van de Landelijke Netwerk Acute Zorg, die ook aangaf van, goh, als er weer een golf komt, dan moeten we niet allemaal wat gaan doen. Maar zou het best goed idee zijn om bijvoorbeeld coronaziekenhuizen aan te wijzen. Hoe zie jij dat voor je? Ik ben het wel eens dat niet ieder ziekenhuis een specifiek coronaziekenhuis hoeft te zijn. We hebben nu natuurlijk ook gemerkt dat de reguliere zorg heel veel gestopt is. Daar loop je ook tegen allerlei nadelen aan. Dus ik zou zeggen, bekijk het vooral regionaal. Kijk in de regio goed van welke zorgorganisaties hebben inmiddels ook al expertise gekregen met de coronaverpleeg. Ook in de verschillende revalidatiecentra en verpleeghuizen heb je gewoon corona-expertise nou gekregen. En bundel nou die krachten tot een aantal regionale centra. En dan is het ook veel makkelijker om wijze spreken, ik noem het maar even reservisten of zo, op te leiden. Maar mensen met een andere deskundigheid die je een klein stukje bijschult op het stukje IC-verpleging. En die naast hun reguliere job gewoon kunnen inspringen op het moment dat het echt weer nodig is. Want ik zie niet zitten dat we in één keer 700 IC-verpleegkundigen bij kunnen scholen. Het ophogen van die IC-capaciteit en eventueel ook extra noodcapaciteit, dat moet ook op een andere manier georganiseerd worden. En dat kan. Ja, Benny, je zegt dus eigenlijk ook van dat we het veel meer regionaal moeten gaan bekijken. Hè? Dat hoor ik je ook zeggen. Je zegt ook van, goh, er zijn heel veel mensen die nu ook al als een soort buddy zijn ingezet met ontzettend veel capaciteiten die je ook straks weer goed zou kunnen inzetten. Daar vragen wellicht andere vaardigheden van IC-verpleegkundigen. Komen we straks met onze collega Evelien nog over te spreken. Maar het regionale vind ik interessant. Zeg jij daarmee ook dat je op een andere manier naar die coronapatiënt moet kijken? Dus niet alleen maar kijken naar functies en naar medewerkers, maar misschien ook naar die patiënt? Als we kijken naar de afgelopen maanden, dan zie je dat veel patiënten een bepaald circuit hebben afgelegd. Ze melden zich eerst bij de huisarts en daarna gaan ze al dan niet met blauw licht en grote snelheid naar het ziekenhuis toe. Soms worden ze eerst nog een reguliere afdeling opgenomen en verslechterde situatie naar een IC. Maar ook daarna, weer vanuit een IC, ga je weer naar reguliere zorg of
in een verpleeghuis of een revalidatiecentrum of een andere afdeling in het ziekenhuis. Dat is eigenlijk een heel coronazorgpad, zoals ik het maar noem. En het zou mooi zijn dat als je al die expertise's die in die verschillende onderdelen van zo'n zorgpad hebt aangeleerd inmiddels en hebt verkregen, dat je al die expertise ook bundelt, waardoor je zeg maar per regio een aantal organisaties krijgt die naast de reguliere zorg die ze blijven uitvoeren, ook specifiek kunnen richten op zo'n coronazorgpad. Ja. Oh, mooi. Dus zo'n coronazorgpad gaat eigenlijk over de bestaande systemiek en sectoren heen. En daar heb je dan in dat pad, wat dus ook de locaties, zeg maar, meerdere locaties behelst. Ziekenhuis, maar ook een revalidatiecentrum en bijvoorbeeld een wijk. Ja. Dat je daar, zeg maar, de expertise op inzet. Dus je kijkt veel meer vanuit het corona-zorgpad en niet zozeer naar, nou, we doen het hier op de IC. Oh ja, en daar doen we het binnen de VVT. Oh ja, daar hebben we ook nog een wijk. Maar dat je veel meer het gaat als een soort breinaald er doorheen steekt en die patiënt centraal stelt. Begrijp ik dat goed? Ja, en het grote voordeel daarvan is dat je dus ook niet alleen kijkt naar de IC-capaciteit en de IC-beddencapaciteit, maar ook kijkt van wat is op welk moment het beste plek voor een coronapatiënt. Ja. We kennen allemaal vanuit andere ziektes, zeg maar, de verkeerde beddenproblematiek, dat mensen, zeg maar, te lang blijven liggen in een zogenaamd verkeerd bed. En als ze, zeg maar, die capaciteit op alle fronten goed op orde hebben, dan komt dat ook ten goede van de IC-capaciteit. Ja, Onno, jij bent natuurlijk de man, de expert op het gebied van de arbeidsmarkt in Nederland, in de zorg. Benny stelt voor een soort corona-zorgpad. Dat heeft ook te maken met die verkeerde beddenproblematiek, om dat ook aan te pakken. In de vorige uitzending van de Zorgwerk Door kwamen verpleegkundigen aan het woord en die zeiden van, we moeten inderdaad ook anders kijken, want we kunnen wel mensen uit reguliere zorg IC-verpleegkundigen laten zijn en hier de capaciteit ophogen. Maar dat betekent dat we zorg onttrekken uit de reguliere zorg. En ja, dat voelt niet goed, maar dat kan ook niet. Want daarom hebben we daar tekorten. We verplaatsen als het ware het probleem. Hoe kijk jij daar tegenaan? Is zo'n corona-zorgpad dan de oplossing? Ik moet Benny daar gelijk in geven. Dat je kijken of je zo'n zorgpad kan volgen en daar de expertise neerzetten waar nodig. En tegelijkertijd jouw constatering dat je een soort domino's effect krijgt. Waarbij inderdaad het probleem steeds verder opschuift. Is ook een juiste. Ik denk dat je op zoek moet gaan naar een balans tussen hoe kunnen we zoveel mogelijk op een wat grotere schaal doen. Maar hoe kunnen we ook maatwerk leveren waar dat nodig is. Om zo enerzijds die zorgpaden te kunnen organiseren. En anderzijds ook de reguliere zorg te kunnen ontzien. Dat betekent ook dat je niet alleen naar de IC moet kijken, maar ook naar de reguliere zorg. Wat kan daar anders? De zorgpaden in de reguliere zorg zelf. Hoe zou je dat anders kunnen organiseren? En ook daar zie je dan het domino-effect weer doorlopen. Dus ook voor jou ook die reguliere zorg naast die snelle opschaling, dat moet naast elkaar kunnen blijven bestaan. Je hebt balans nodig, dus zoom ook uit en kijk naar die regio. Dat is wat ik jou ook hoor zeggen. Maar hou het wel heel gepersonificeerd. Ga kijken wat op dat moment in die regio kan en mogelijk is. Dat hoor ik jou ook zeggen. Klopt dat? Wat ik eigenlijk zeg is gestandaardiseerd maatwerk. Hè? Dus standaard waar kan en maatwerk waar moet. En ik denk dat de regio's dusdanig verschillend zijn qua zorginfrastructuur, qua allerlei samenstellingen, dat je ook gewoon wel op maatwerk uit moet komen. Ik denk, als je kijkt naar de samenwerkingsmogelijkheden binnen de Randstad, zijn aanzienlijk groter dan delen van het oosten en het noorden van het land. Dus hoe ga je dat dan organiseren? Mooi, gestandaardiseerd maatwerk, die houden we erin. Hartstikke mooi. Benny, toch even terug naar jou. In de vorige uitzending kwam ook naar voren, het is een idee, om junior, medior en senior IC-verpleegkundigen te hebben. Dus het is wel een stuk functiedifferentiatie. Ze gaven aan, ja, maar in principe hebben we het eigenlijk ook al wel. Maar ja, ze waren ook nieuwsgierig naar dat fenomeen. Kan jij daar iets over zeggen? Is dat een oplossing, Benny? Dat we naar junior, medior en senior IC-verpleegkundigen gaan? Voor een stuk zou dat ook een deel van de oplossing kunnen zijn. Volgens mij is het ook geen kwestie van of, maar heel veel en doen. Om goed te kunnen opschalen. Als je kijkt, een IC-verpleegkundige in opleiding, die heeft al een soort junior traject. Hè? Dus dat is niet de insteek die we hebben.
Maar je hebt het over intensive care verpleegkundigen. Nou, hoe mooi zou het zijn als je die zou kunnen aanvullen met care verpleegkundigen. Een term die ook al eerder is genoemd in een van de eerdere broadcasts. En dat hoeft dus niet een speciaal volledig volwaardig opgeleide IC-verpleegkundige zijn. Maar wel een ervaren verpleegkundige vanuit een andere afdeling. Zou ook van een cardiologieafdeling kunnen zijn. Of een andere wat meer intensieve afdeling. Die je zeg maar echt ook een deel, groot deel van de care taken kunt laten doen. Dan heb je zeg maar daarin een soort junior IC-verpleegkundige. De medior is dan de allround IC-verpleegkundige zoals we die allemaal eigenlijk kennen. En de senior zou veel meer ook een extra rol moeten krijgen in het stukje coördinatie, kwaliteit en innovatie. Mooi. Oké, dus je zegt de care-verpleegkundige die ook al in de eerdere uitzending de verpleegkundige zelf zijn genoemd. De care-verpleegkundige, de allround IC-verpleegkundige en als een soort een verpleegkundig specialist IC. Als ik, maar die meer kijkt naar de verbinding, de strategie en het overzicht. Ja, het is alleen de term verpleegkundig specialist kan wat verwarrend zijn. Want dat is een aparte functiegroep, maar senior verpleegkundige. Ja, de senior verpleegkundige, oké. Ja. En zou dat ons helpen? Nou, in ieder geval is het een van de stappen die je volgens mij moet gaan zetten. Omdat je gewoon, voordat je een IC-verpleegkundige van nul of aan hebt opgeleid, ben je 6 jaar verder. Dus dat is zeg maar geen optie. En je moet het wel doen, maar daar kun je niet op korte termijn zeg maar ook al inzet van verwachten. Dus ik denk zeker dat het de mogelijkheid is om te kijken naar een stukje functiedifferentiatie op de IC's. Ja, dan naar jou, Onno. Ik heb je al geïntroduceerd. Jij bent specialist als het gaat over de arbeidsmarkt binnen FNG Professional People. Ja, de media staat er vol van. Kranten, televisie, je kan het niet openzetten of er komt wel iemand en die heeft een onderzoek gedaan. Er zijn ongelooflijk veel mensen aan het denken en veel denkkracht in Nederland van hoe gaan wij deze uitdaging het hoofd bieden. Als je kijkt naar al die scenario's, wat is dan volgens jou het beste scenario, Onno? Ja, daar heb je gelijk het grootste probleem. Ik denk niet dat er één beste scenario is. We hebben het net al eventjes over regio's gehad. En dat er grote verschillen zijn in en tussen regio's. Dus daar zul je sowieso al rekening mee moeten houden. Als je hem heel technisch benadert, is dat fijn om zoiets regionaal of landelijk of zo groot mogelijk aan te vliegen. Omdat je dan zoveel mogelijk speelruimte hebt. Je kunt dan veel meer met taakdifferentiatie, specialisatie. Waar Benny net ook al op duidde, kennis concentreren op plekken en daar je patiënten naartoe leiden. Dus je hebt dan veel meer speelruimte. Tegelijkertijd, als je dat doet, is er ook veel meer behoefte aan afstemming en afspraken. En dat samenwerken maakt het dan een stuk complexer. En last but not least, zodra je gaat samenwerken over organisaties heen, ontstaan er ook belangen, of zijn er belangen die een rol gaan spelen, of je dat nou wil of niet. Iedereen doet dit met de beste intenties en toch gaat op een gegeven moment een belangrijke rol spelen. Dus het is steeds de kunst om een balans te vinden tussen, althans dat zou mijn advies aan het OMT zijn, een balans te vinden tussen in zo groot mogelijke bandbreedte opereren en zo dicht mogelijk binnen de regio en binnen je ziekenhuis opereren. Dat laatste ook nog eens vanuit de patiëntoptiek, dat je het toch wel prettig vindt, of familie het ook wel prettig vindt, dat patiënten zo dicht mogelijk in het ziekenhuis bijliggen. En niet, ook al mag je er niet komen, aan de andere kant van het land in het ziekenhuis ligt. Ja. Dus mijn advies zou zijn, wederom terugkomend op de term gestandardiseerd maatwerk, kijk wat gezamenlijk kan en kijk waar maatwerk nodig is. Mooi. Dus we hebben een gestandardiseerd maatwerk. Die houden we erin. Maar als je kijkt naar die opschaling, hè, van die is gestandardiseerd en in maatwerk. Maar wat voor randvoorwaardelijkheden kun je dan toch benoemen, Onno, die zo'n opschaling tot een succes maken? Wat moet er sowieso in zitten? Ja, de allereerste is een enorme open deur en dat is de kwaliteit van zorg. Je moet natuurlijk wel op een aanvaardbaar niveau blijven. Wij hebben daar wel een beeld bij, maar iedereen heeft zijn eigen beeld bij wat een aanvaardbaar niveau van zorg is. Dus ja. Ik denk dat de discussie daar ook over gevoerd moet worden.
wij hebben in Nederland een bepaald verwachtingspatroon, wat ten opzichte van andere landen in de wereld erg hoog ligt. Betekent dat dat je minder kan doen met je kwaliteit, dat je terug kan in je kwaliteit van zorg, of willen we toch hieraan vasthouden? En welke betekenis heeft dat dan? Welke kaders geeft dat voor de oplossingen die je kunt zoeken? Dat is één. Dat is een hele belangrijke wat je zegt. Dus geef je daarmee ook aan dat die toch wel ethische discussie ook gevoerd moet worden bij de op- en afschaling van waar ligt de grens van kwaliteit van zorg? Hoe ver willen we afschalen in die kwaliteit? En wat is dan nog acceptabel? Jazeker, die discussie had eigenlijk al gevoerd moeten worden. Kijk, de crisis maakt de doorlopende crisis in de zorg pijnlijk duidelijk. We hebben al jaren tekorten en die worden alleen maar erger. En deze crisis maakt dat heel duidelijk. En dat zit in toenemende zorgvraag en achterblijvende middelen om in die zorgvraag te kunnen voorzien. En tot nu toe hebben we de discussie steeds voor ons uitgeschoven. Of op hele kleine en beperkte schaal gevoerd. Ik denk dat je als je naar het opschalen van in dit soort termen, als je het daarover hebt, dat je er niet aan ontkomt om de discussie te voeren. Ja, maar die gaan we natuurlijk het liefst uit de weg, laten we wel eens. Hè? Dat, ja, als het even kan. Als het even kan wel. Maar goed, het laat inderdaad pijnlijk duidelijk zien wat er eigenlijk al jaren onder ligt. En die discussie moeten we voeren. Maar ja, had er twee. Dus eentje is kwaliteit van zorg. En wat is de tweede? Kwaliteit van werk. Sorry? Kwaliteit van werk is de tweede. Leg uit. En de kwaliteit van werk wil zeggen, we kunnen technisch gesproken, en daar ben ik zelf ook vrij handig in, het werk zo goed organiseren en zo regelen dat het perfect klopt en dat het goedkoopst is en het meest efficiënt. Maar het zijn mensen die het doen. En mensen moeten nog steeds de zingeving in hun werk weten te vinden, te houden. En ook naar de toekomst toe de blik hebben dat die zingeving er is. En zelf het idee hebben dat ze de goede kwaliteit van zorg kunnen leveren. Dat is één kant van het menselijke aspect. En de andere kant is de aloude discussie over belasting, belastbaarheid. Als je alsmaar door moet gaan op het toppen van je kunnen. Omdat al het eenvoudige werk er tussenuit gehaald is. Dat is hartstikke efficiënt. Maar ik gok dat heel veel mensen dat niet gaan volhouden. Dus die twee dingen, kwaliteit van zorg, kwaliteit van werk, die moeten in balans zijn. Dus kwaliteit van zorg waar je met elkaar overeenkomt, wat kan, wat niet. Dat is eigenlijk een maatschappelijke, toch ethische discussie die je met elkaar wil voeren. En hoeveel heb je daarvoor over, hè? Als ik even vanuit de burger denk. En het tweede is dan kwaliteit van werk, waarin je kijkt naar de belastbaarheid, maar ook naar een stukje zingeving, een stuk, zoals ik dat maar noem, werkplezier in het werk. Hè? Van hoe... Het is een soort nagel die je afknipt, tot hoe ver kan je gaan. Hè? Totdat je een ziel uit een functie of een taak knipt. Ja. Die twee dingen. Oké. Okay. Ja. Ik zie het altijd maar zo. Als je de bovenste stuk van je functie, het stuk wat het meest specialistisch is, het meest ingewikkeld is. Ja. Als je dat vergelijkt met sprinten, dat hou je niet helemaal vol. Op een gegeven moment moet je weer even naar een rustige tempo om je op te kunnen laden. En ik denk dat wij van mensen in de afgelopen periode gevraagd hebben of ze gewoon een paar maanden achter elkaar wilden sprinten. Ja. En de vraag is natuurlijk, hoe doen we dat dan? Hè? Want dat er een balans moet zijn tussen die twee dingen, dus kwaliteit van zorg, kwaliteit van werk. En dat de discussies moeten worden gevoerd. En dat is, daar doe jij ook een appel voor, hè? Van laten we dat nu dan ook eindelijk maar eens gaan doen met elkaar. Maar goed, Hugo de Jonge heeft wel gezegd van kost wat kost. Er moet gewoon worden opgeschaald. Verpleegkundig Nederland zegt van ho, maar hoe dan en wat? Nou, Benny heeft een aantal voorbeelden genoemd van functiedifferentiatie en taakherschikking die het mogelijkerwijs mogelijk maken om hier wel aan te voldoen. En waarbij ook, hij ook zegt van kijk niet alleen naar die IC-afdeling, maar bekijk het ook regionaal. Nu is het zo dat Wilma Jackson, dat is de leerhuismanager van het Elisabeth II Stedenziekenhuis, die heeft ook in dat ziekenhuis de consultatief IC-verpleegkundige geïntroduceerd, Onno. Ik had er nog niet eerder van genoeg. Nee, ik ook niet. Een prachtige mooie titel ook. Dat is een IC-verpleegkundige die als het ware de hoogcomplexe coronapatiënt bezoekt op die afdelingen die regulier zijn. Dus er wordt, op die manier krijg je wat ruimte in het ziekenhuis om eigenlijk IC zonder muren, noemen ze het ook. Krijg je ruimte in het ziekenhuis waarbij je de IC dan ook niet heel veel belast.
Maar dat je op die manier zeg maar, ook vervuldig met je balans die je net noemde omgaat. Dat zijn natuurlijk prachtige, mooie oplossingen. Maar ik blijf dan toch wel een beetje, samen met heel veel verpleegkundigen, die ik dan ook in de media hoor, prachtig. Maar we hebben wel een probleem. Want als we ook als we dit doen, de oplossing die Benny noemt, je moet ergens verpleegkundigen vandaan halen. Of je onttrekt ze uit de reguliere zorg. Of hoe dan? Ja. Nou ja, je hebt inderdaad meer verpleegkundigen nodig als je het doet op de manier zoals je het altijd deed. En als we gaan kijken, kunnen we het misschien op een andere manier doen? Dan zie ik twee opties. Eén is eentje die we allemaal graag voor ons zien, namelijk kijken of we de zorgvraag kunnen verlagen. Dat zou over het algemeen betekenen dat mensen gezonder zijn. Maar dat kan ook zijn dus dezelfde discussie als we net hadden. De maatschappelijke discussie over wat is nog zorg en wat is geen zorg meer. Dat is één methode om het aantal uren zorg wat je moet leveren en het aantal uren verpleegkundige zorg wat je dus moet leveren naar beneden te krijgen en daardoor het tekort te verminderen. Ja. De andere is kijken welke taken zitten er nou in die verpleegkundige taken die of helemaal niet meer hoeven. Die er eigenlijk ingeslopen zijn omdat wij steeds verantwoording moeten afleggen als zorg over waar het geld naartoe gaat en waarom het toch is misgegaan met een bepaalde patiënt. Waarbij we enorme administraties aanleggen om slechts een aantal incidenten te kunnen onderbouwen. Dus wat moeten we nog wel doen en wat moeten we gewoon niet meer doen? Punt. En ik denk dat we daar in de afgelopen periode een paar wijze lessen in hebben kunnen leren. Als we kijken hoe snel het opgeschaald op sommige punten. En ja. Werkzaamheden zijn komen te vervallen omdat ze niet echt nuttig waren. Zit daar denk ik nog wel wat ruimte. De andere is, wat Benny al aangeeft, kunnen we taken en activiteiten bij andere mensen neerleggen, waarbij de krapte op de arbeidsmarkt aanzienlijk minder is. En tot slot kun je gaan kijken, is de technologie wat bepaalde handelingen over kan nemen. Ja, dat is wel een hele mooie, want die technologie kwam in de vorige uitzending ook naar voren. Waarbij Najla van Veen ook aangaf, onder andere IC-verpleegkundige, maar ook projectmanager strategie van een ziekenhuis. Die zei van, joh, wij noemen het technologie. Maar eigenlijk wat wij dan doen in de zorg is een EPD en daar houdt het eigenlijk ook wel een beetje mee op. Er zijn natuurlijk heel veel andere mogelijkheden. Heb jij daar een idee van hoe die technologie zou kunnen worden ingezet? En is het wel zo eenvoudig, Orno? Het is eenvoudiger als het lijkt. En dat heeft de afgelopen periode ook wel duidelijk gemaakt. Dat zeker in kantooromgevingen opeens mensen prima met Teams of Zoom of Skype of welke vorm van digitaal vergaderen dan ook om konden gaan. En heel veel meer mogelijk bleek in de afgelopen jaren weer toegepast. Voor de ziekenhuizen heb ik ook wel een aantal van dat soort berichten gehoord. Dat daar meer consulten op afstand gehouden konden worden. En dat was voorheen nat dan. Maar blijkt toch goed te kunnen en goed te werken. Ik denk ook dat je hier weer moet kijken naar het ziekenhuis in de volle breedte. Dus je kijkt niet alleen technologie op de IC-afdeling toepassen, want dat is al een omgeving met vrij veel ICT of technologische oplossingen. Weliswaar gericht op behandeling van de patiënt en niet op arbeidsbesparen. Maar je moet ook gaan kijken naar andere afdelingen binnen het ziekenhuis, bijvoorbeeld. Om te kijken waar de ruimte zit. Ja. Een voorbeeld daarvan is, laten we even de polylong nemen. Daar zijn we bezig met een project om te kijken wat beeldmonitoren aan winst zou kunnen opleveren. En de inschatting is dat het 30% aan herhaalbezoeken zou kunnen schelen. Ja. Waarom de polylong? Omdat er zometeen heel veel coronapatiënten, ex-coronapatiënten, volgens jouw zorgpad, Benny, van IC naar de verpleegafdeling en dan naar huis. En met dat beeldmonitoren zouden ze wellicht veel eerder naar huis kunnen vanaf de gewone verpleegafdeling. Ja, dus eigenlijk die ICT-oplossingen, die zouden we nog meer, en dat bleek ook uit de afgelopen periode, moesten we wel. Dus het kan ook, onder druk wordt alles vloeibaar, zeggen ze wel eens. Zijn er voorbeelden ook in het land waarbij dat dus wel wordt geïmplementeerd? Oké, Onno, dus jij zegt dat die technologie een belangrijke is. Je kijkt ook van, goh, wat doen we wel en wat doen we niet meer? Hè? Ik hoorde verpleegkundigen die ik spreek ook zeggen van, ja,
We kijken ook naar wat we niet meer hoeven te doen, welke taken eigenlijk ook overbodig zijn en ook de afgelopen periode overbodig bleken, want we deden ze niet en er was geen haan die ernaar kraaide. Dus kunnen we ook kijken hoe we in die administratieve lasten stappen kunnen maken. In de protocollen? Hoe zeg je dat? Sorry? In de protocollen? Ja, precies. Minder protocollen en meer protocollen als dat ook nuttig is en dienst doet voor die patiënt. Maar je zegt dan wat anders. Je zegt ook van het gezond blijven. Hè? Van zorgen dat de zorgvraag ook afneemt. Want dat is, vind ik ook een super interessante. Die hadden we ook nog niet eerder gehoord. Dus die vind ik ook wel leuk om nog eventjes te noemen. Ja. Dan hebben we natuurlijk gehad, zoals jij zegt, van ja, ik ben heel goed om te kijken hoe we de functies kunnen indelen. Hoe we daar rekenmodellen op kunnen zetten. Om te kijken of dat ook efficiënt kan en in de regio. Maar een heel belangrijk onderdeel daarvan is natuurlijk de mens. En daarom, Evelien, wil ik ook graag naar jou, Evelien Hardweg-Scheffer. De expert binnen FNG Professional People. Als het gaat om de menselijke kant van dit soort, als ik dat zo mag zeggen, blauwe oplossingen. We moeten naar nieuwe systemen toe, maar binnen het systeem staat de mens steeds centraal. Evelien, als je dit zo allemaal hoort, hè, en vooruitgaande dat we het hier hebben over de oplossing van een noodsituatie. We praten met elkaar hierover. Want we moeten binnen nu een afzienbare tijd, als er weer een tweede golf komt, toch heel snel kunnen opschakelen, opschalen. En naar die misschien wel 1700 bedden. En we hebben, ik weet niet hoeveel, duizenden verpleegkundigen nodig. Daar gaan we het op hebben. In die noodsituatie. Wat is dan een belangrijk menselijk aspect? Wat zijn de randvoorwaarden die we mee moeten nemen om het überhaupt, welke functiedifferentiatie, welke taakherschikking dan ook, succesvol te laten zijn? Nou, dat is een hele grote vraag. En ik denk dat we ook, zoals er niet dé oplossing is, is er ook niet dé IC-verpleegkundige. Dus, en dat is natuurlijk ook al veel gebeurd. Ik zou ook heel graag willen dat IC-verpleegkundigen betrokken worden. Dat geven ze zelf natuurlijk ook wel aan. Dat ze zelf ook heel goed mee kunnen denken over oplossingen die er zijn. En daarbij zal het ook zo zijn dat, als je het bijvoorbeeld over het buddy-systeem hebt, dat het een beter werkt voor de een dan voor de ander. En omdat we nu toch in een soort van, we zien dat dit er mogelijk weer aankomt. Op dit moment kan je het gesprek daarover aangaan met elkaar. Wat heb jij nou nodig als IC-verpleegkundige als het gaat over een buddy-systeem of misschien wel hele andere voorwaarden? Ja. En dat moet uiteraard goed geregeld zijn in de functiebeschrijvingen en in de taken. Er moeten goede afspraken over zijn, maar het gaat voor een groot deel over samenwerken. Ja. Dus ik kan je zeggen ook van laat verpleegkundigen daar zelf ook over mee beslissen. Daar begon je mee, dat is een belangrijke voorwaarde. Ja. En die communicatie en die samenwerking. En daarmee ook denk ik de communicatie die mogelijk maakt om dat ook weer te personificeren. Want ik moet steeds denken aan de uitdrukking van Ono. Die zegt van het is gestandardiseerd maatwerk. Ja. En dat stukje maatwerk heb jij het over van hou het dan ook in die samenwerking en stem af. Ja. Oké. Okay. Hey, als we gaan kijken naar het opschalen in die noodsituatie, laten we hopen dat het nooit meer voor mag komen. Maar goed, we hebben de opdracht om daar goede ideeën over neer te leggen. Waar moeten we aan denken als we gaan op- en afschalen? Wat doet dat met die verpleegkundigen? Ja, ook dat zal heel erg afhankelijk zijn van per persoon. Jullie hadden het net al over de verschillende de andere taken die erbij komen. Dus je ziet een IC-verpleegkundige is veel meer in een soort regierol gekomen. Ja. Dus het is goed om te kijken welke positie dat dan is van die regierol. En wat het aan andere zaken vraagt. Andere aspecten komen daarbij voor een IC-verpleegkundige om de hoek kijken. En dat kan heel goed bij een IC-verpleegkundige passen. Bij de een wel, maar misschien bij de ander wel wat minder. Oké. En bedoel je daarmee dat gepersonificeerde veel meer op de voorgrond zou moeten komen te staan? Nou ja, ik denk dat je daar nu de mogelijkheid toe hebt. In die echte crisissituatie was dat gewoon niet mogelijk. Dus iedereen heeft alles gedaan wat hij kon en alle zeilen zijn bijgezet. Maar nu kan je toch al wel wat evalueren van wat heeft er wel gewerkt en wat heeft er niet gewerkt. En voor een deel over de hele breedte, maar voor een deel ook wel per persoon. Ja. Ja.
Ja, en Benny had het net over die care-verpleegkundige en dan de allround verpleegkundige en de senior verpleegkundige, die senior IC-verpleegkundige. Ja. Je gaf zelf ook al aan van, goh, er worden andere vaardigheden verwacht, hè, van die verpleegkundige in die noodsituatie. We kunnen nu evalueren wat werkt en wat we nodig hebben. Wat hebben ze nodig als jij terugkijkt? Wat is jouw ervaring als je met mensen daarover in gesprek gaat? Wat is jouw idee daarbij? Nou, dat er bij een aantal dat hij zich op zich oké voelde in die rol van regieverpleegkundige. Hij was natuurlijk wel heel snel aangeleerd om het zo, maar hij moest er doorheen. Het hangt heel erg af van, zeg maar, de drijfveren en de motivatoren waarmee iemand werkt. En dat maakt het lastig. En daar zit natuurlijk ook een heel grote psychische belasting bij die er ook is geweest. Ja. Een IC-verpleegkundige die zei tegen mij, ik heb in deze 3 maanden, dat is iets wat je normaal in 3 of 5 jaar ziet. En dat is voor iemand die al heel veel jaren werkt misschien wel makkelijker dan iemand die net komt kijken. Ja, daar zit verschil in. Dus ik denk dat er op zich een verdeling goed zou zijn. Maar ja, en dan kijken naar talenten van mensen en ervaring van mensen. Ik denk die combinatie. Ervaring van mensen, talenten van mensen en in gesprek blijven met elkaar van wat werkt en wat niet werkt. Ook binnen een vaststaande kader, een functie, zeg maar. Ja. Ja. Ja, Evelien, dan zitten we nu eigenlijk, als je het zo zou kunnen bekijken, en we moeten de experts geloven dat er nog een golf aankomt, zitten we een beetje in het oog van de orkaan. Ja, dat is denk ik wel, ook voor HR-managers en bestuurders, toch een hele spannende situatie. Want ja, nu gaat het erom, iedereen puft uit. Zit even na te, en sommige mensen hebben nog steeds 12 uur diensten, dat loopt gewoon door. Het gaat er nu om, hoe behouden we deze mensen? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen ook nog weer de pit heeft en de energie om een volgende golf eventueel aan te kunnen? Hoe zie jij dat? Nou ja, dat zou heel goed kunnen als de druk van de ketel is. Het is natuurlijk de vraag wat dat met mensen doet. Bijvoorbeeld als je kijkt naar verzuim. Dus ik denk dat het heel goed is om in gesprek te blijven met mensen. Om te kijken wat ze nodig hebben. Maar ook waardering te laten blijken voor datgene wat ze gedaan hebben. En de effort die ze geleverd hebben in de afgelopen maanden. En dat is vanuit, nou ja, dat kan vanuit HR natuurlijk, afdeling. Zo breed als je denkt. Maar zeker ook aandacht voor de persoon. Oké. En we hebben binnen FNG Progressive People ook een sterke R&D-afdeling. Die komt ook met een aantal essays. De essay is al uit met de titel Onder druk wordt alles vloeibaar. En daar zie ik ook hele mooie voorbeelden in van, inspirerende voorbeelden hoe dat ook kan, hè? Ja. Ja. Ja, en er zijn wel creatieve oplossingen, ideeën kunnen er vanuit HR komen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld overuren of vakantiedagen of andere soorten van waardering. En daar, ik ga eens een kijkje in de keuken nemen bij elkaar. Deel de best practices. Zo kunnen we alleen maar leren van elkaar. Ja, ja. Maar geef je daarmee ook aan van, je zit heel erg op die communicatie, blijf in gesprek, hè, van gepersonificeerd. Blijf voelen, de thermometer, om dat toch maar even een instrument te gebruiken die veelvuldig is gebruikt de afgelopen maanden. Blijf die thermometer in die organisatie stoppen en blijf in gesprek, in dialoog met elkaar wat zij nodig hebben om in de benen te blijven, dan wel een volgende golf ook weer vol passie aan te kunnen. Zeker, ja, absoluut. Ja. En Evelien, wat ik dan ook nog met jou wil bespreken, en dat is eigenlijk het laatste punt. In al die afleveringen die we tot nu toe hebben gemaakt van de Zorgwerk Door, komt wel naar voren dat al die mensen die om het niet zich hebben aangemeld, die 20.000 handen die voor die zorgpoorten staan te trappelen om aan de slag te gaan, maar die op een of andere manier niet terechtkomen daar waar zorg en tekort is. We hebben al jarenlang tekort. Ono gaf dat eigenlijk ook al aan. Dat is een ondersluimerend tekort in die zorg. Slecht imago. Nou, in één klap lijkt dat opgelost. En toch krijgen we het niet voor elkaar om die mensen te geleiden naar een plek waar de vraag is. Ben Roelofs gaf dat, manager, cultuur, mens en leiderschap van het Gelders Ziekenhuis gaf dat ook in een van de uitzendingen aan. Het kan toch niet zo zijn dat we niks met die groep doen. En als ik dan inderdaad ook hoor, wat Benny en Onno ook aangeven van de coronazorgpas volgend, maar regulier moet wel blijven doorgaan en dan moet elkaar niet in de weg zitten. We hebben toch een prachtige oplossing. Waarom lukt dat niet?
Ja, nou, dat is een goede vraag. Daar heb ik helaas het antwoord ook niet op. Maar ook hier kunnen we natuurlijk gaan kijken van, ja, wie zijn dan die 20.000 mensen en hoe kunnen we gebruik maken van hun vaardigheden en kennis. En misschien wel op een manier zoals we het ook al eerder over hebben gehad met duobanen of een reservistenkorps, wat toch, nou ja, klaar staat, misschien wel opgeleid is, misschien wel een extra spoedcursus nu kan doen om bepaalde gaten op te vullen. En dat kunnen mensen met een verpleegkundige achtergrond zijn die nu iets anders doen, waar Nadjela natuurlijk een heel mooi voorbeeld van is, die in eerdere uitzendingen te zien is geweest. Maar in dat soort oplossingen denken, dus ja. Een duobaan met, je bent bijvoorbeeld SEH-verpleegkundige, maar je hoort bij de groep, bij de troepen reservisten. Dus je kan ook worden ingeschaald op de IC in bijvoorbeeld de care-verpleegkundige, zoals Benny die net noemde. Of een duobaan van, ik ben manager of ik ben directeur of ik ben inmiddels op een hele andere functie buiten de zorg. Ja. Maar ik ben wel geïnteresseerd om toch dat verpleegkundige, mijn oude vak, enigszins op te pakken. Ja, ja. Je meldt je aan als vrijwilliger, begrijp ik, Sabine? Ja, jij toch ook, of niet? We komen niet aan de bak. Ja, ik sta nog steeds te wachten na 10 weken. En daarom is dit onderwerp ook zo, het intrigeert me. Dat ik denk van, we hebben tekorten, we hebben mensen die willen. Nou, volgens mij is dat een perfecte match. Ja. Je geeft ook al aan, Evelien, van om breder te kijken daarna en om mensen de bijscholingen te geven, zodat ze wel in de nieuwe systemen, in het nieuwe normaal, zoals we net besproken hebben met elkaar, andere functies, andere taken, als we zo kunnen kijken, en ik geloof dat Benny en Onno beide hebben gezegd, als we anders naar de problematiek kijken, krijgen we ook andere oplossingen. En volgens mij zijn er heel veel oplossingen in deze uitzending aan de orde gekomen. Voor de kijkers, we zullen ze ook allemaal nog even bulletsgewijs vermelden in deze uitzending. U heeft ze al gezien, maar ook na deze uitzending komen ze nog even terug. En de vraag aan u is nu, wat vindt u hiervan? Bent u het ermee eens? Zijn er oplossingen genoemd waarvan u zegt, nou, dat vind ik wel een hele goeie. Of zijn er misschien oplossingen genoemd, daar moet je helemaal niet aan beginnen. Of wellicht heeft u zelf een oplossing die nog helemaal niet genoemd is. Wij dagen u uit, mijn collega's van FNG Professional People en ikzelf, wij dagen u uit om te komen met opbouwende kritiek. U kunt uw kritiek of opmerkingen kwijt hier onderaan, onder deze post. En dat kan tot vrijdag aanstaande 12 uur, dus 19 juni 12 uur, dan gaat de poort dicht. Wij gaan jullie opmerkingen meenemen en dat verwerken in een mooi compact essay. En dat sturen wij hoogpersoonlijk naar de ministerie en naar het OMT. En op deze manier proberen wij samen met elkaar inspirerende bouwstenen te vergaren. Zodat de enorme uitdaging die niet alleen van de IC is en niet alleen van de zorg is, maar van ons allemaal is, dat we daar op die manier het hoofd kunnen bieden. Ik wil u bedanken voor het kijken. Ik wil jullie bedanken, Onno, Benny en Evelien, voor jullie inspirerende woorden. Wij zijn nog lang niet klaar. We gaan heerlijk door met inspirerende bouwstenen bouwen. U hoort van ons. Mijn naam is Sabine Uitsland. Dank voor het kijken. Dit was De Zorg Werkt Door.